Waar is Willemijn? Die zijn verroken. Waar is jouw date? Ik ben alleen gekomen, man. Alleen? Wat zielig. Ik moet echt verder naar de weg schrijven. Alsjeblieft, kom ophalen. Hoezo? Ik voel me niet zo lekker. Hoe gaat het met Lucas? Hij ziet me niet meer staan, man. Stel je niet zo aan, zeg. Kom op. Jij wilt toch een sterke vrouw zijn? Dan heb je ook een waardige partner nodig. Zorg dat hij weer inziet waarom hij verliefd op je werd. Misschien heb je wel gelijk. Succes, schat. Je kan dit. Jullie horen bij elkaar. Wat zei je van? Nee, natuurlijk niet. Denk niemand. Ik ga even. Ish, gaat het? Ish. Ik wil weg. Zal ik je naar huis brengen? Ik wil niet naar huis. Waar wil je heen dan? Thomas. Hé, ik wist dat je zou komen. Is! Dat was onverwachts. Leuk onverwachts, of? Heel erg leuk. Oh, je moeder kijkt heel boos. Oh, wat vervelend. Heb je nu spijt? Absoluut niet. Zullen we gaan? Ja. Zo. Ja, daarop. Herma. Waar gaan jullie heen? Wat doe jij hier? Je zou toch werken? Er was niemand en Nicky en ik willen ook naar de bruiloft. Oké. Wat is er? Ik spreek jou zo. Wat was er nou? Dus, jij en Dylan. Wat? Jij en Dylan? Ik dacht dat jullie een setje waren. Nee, hoezo? Ach, gewoon. Je moet niet boos worden, oké? Ik word niet boos. Ik heb dus net soort van met Lucas gezoend. Alleen iedereen heeft het gezien. Ben je gek geworden? Je bent net over Thomas heen. Ja, misschien ben ik wel gek geworden, maar ik vind Lucas gewoon heel erg leuk. En Lucas vindt mij ook echt, echt heel erg leuk, Dylan. Oké, je moet het zelf weten. Zijn je ouders hier ook vanavond? Ja, mijn ma zit aan de bar en mijn vader is aan het werk. Heb je een aardige vader? Op zich. Hij is veel aan het werk in het buitenland, maar als hij er is, is het gezellig. Heb je ook broertjes en zusjes? Ik ben wel nieuwsgierig, zeg. Sorry. Nicky, zullen we vast zo gaan? Ja. Waar ging dat nou? Geen flauw idee. Oké.
thuis? Ja. Ik neem aan dat het weer helemaal goed is tussen jou en Lucas? Nee. Dat gaat ook niet meer gebeuren. Ik denk dat ik liever alleen ben. Alleen? Weet je dan niet wat mensen dan over je gaan zeggen? Alleen zijn is voor lelijke en dikke mensen. Je hebt me echt teleurgesteld. Dat je niet de slimste bent, had ik al wel geaccepteerd. Maar dat je niet eens een jongen geïnteresseerd kan houden, is wel echt een dieptepunt. Hoe zie jij je toekomst eigenlijk voor je? Emma en Lucas zijn al weg. Ja, inderdaad. Hey Dylan. Hey, wat gezellig dat je er bent. Ja. Heb jij Emma gezien? Emma is al naar huis. Alleen? Ja, ze was moe. Goed te weten dat je liegt voor mijn dochter. Sorry. Nee joh, ben je gek. Ik zag haar toevallig vertrekken met die Verboon. Oh, Lucas, dat is een goede jongen. Mooi. En wie is jouw date? Dit is Nikki. Dochter van Vera, zo te zien. Ja, klopt. Sander. Vader van Emma. Aangenaam. Als ik zo vitaal mag zijn. Met wie is Vera uiteindelijk geëindigd om een gezin te stichten? Niemand. Mijn ouders zijn niet samen. Hij is DJ op Ibiza. Doe maar. DJ. Ja, het is echt prachtig daar. Ik ga daar iedere zomer naartoe. Gaaf. Ja, fijne avond, jongens. Ik ga nog even met wat oude bekenden praten. Ik wist niet dat je ouders gescheiden waren. Ja, dat is ook niet echt mijn favoriete onderwerp. Nee, ik snap je. Mijn ouders zijn ook niet meer bij elkaar sinds ik 3 ben. Ik heb mijn vader ook nooit echt gekend. Mijn moeder kreeg Mark, relatie kreeg Nina. Mijn halfzusje. 2 jaar geleden ging Mark vreemd en sindsdien zijn we met studietjes. Dat wist ik niet. Nee, het is ook niet echt mijn favoriete onderwerp. Wil je dansen? Dansen? Ik kan niet dansen. Ik leer het je wel. Ja? Kom. Oké. Okay. Kijk eens, een biertje voor meneertje. Vriendelijk bedankt, mevrouw. Proost. Proost. Lekker? Heerlijk. Zo, dat was ook raar, hè? Maar ik vond het wel grappig toen. Toch? Hé, hey, Ara en Nikki. Hallo. Ik denk dat ik naar huis ga. Oh. Het ligt niet aan jou, maar ik hou toch niet zo veel van bruiloft als ik dacht. We kunnen wel ergens anders wat gaan drinken als je dat wil. Ja, dat lijkt me fijn. Ja? Oké. Okay. Die Nikki, die lijkt wel veel op de moeder, hè? Nou, maar ze geniet van de belangstelling zo te zien. Ja, lijkt me uiterlijk. Zou zo een dochter van Hans kunnen zijn? Nee. Je denkt toch niet... Nee, natuurlijk niet. Het kan niet. Toch? Moet je wel vangen? Ja. Bijna. Hier. Ja, wacht dan even. Hey, wat gezellig! Hey. Oh, moet weer voorzichtig. Ja. Ze heeft al een paar biertjes op. Oh. Hey. Kom. Wat? Niks? Ga lekker zitten. Ja, ik ga ook zitten. Wie heeft er zijn shot? Ja, ik! Ja. Oeh, ja, lekker! Emma, ik pak voor jou een watertje, hoor. Nou! Dat is er meer voor mij, hè? Dat was misschien nog wel even nodig. Nou. Ik neem aan dat het weer goed is tussen jou en Lucas. Alleen? Hoezo? Weet je wat ik wat mensen dan over je ga zeggen? Zo vanuit het land. Alleen zijn is voor lelijke en dikke mensen. Ik heb me echt teleurgesteld. Wat wil jij nou? Gaat het? Ja, als je een sterke vrouw krijgt, dan heb je ook een waarde. Zo gaat het weer. Zo kan het weer.
Het is al 10 minuten voor half. Isabella is nooit zo laat. De moeder zal er wel weer een preek gegeven hebben. Daar is ze. Hey, alles goed? Hey, ja, prima. Wat een bitch doen. Ja, echt hoor. Maar het bleek toen helemaal geen tandpasta te zijn, hè. Het was een puistencrème wat ik in mijn bek aan het smeren. Wat ga je eraan doen? Dat was zo vies, hè. Ga je dat doen? Ja. Ik laat hier toch niet meer wegkomen? Ze heeft Lucas van je afgepakt. Dus ik denk, waar komt dat vandaan? Zijn er 3 kleine vogels op mijn naam? Jongens, ik ben even naar de wc. Ik zie jullie zo in de les, oké? Ja, dat is goed. Ik heb een idee. En waar ga jij naartoe? Naar de les. Doe normaal. Of wat? Geniet van je lunch. Slet. Goedemorgen allemaal. Welkom. Nou, graag je boeken open op bladzijde 41. Hey. Ik dacht dat Emma er al zou zijn. Ze komt zo wel. Ik vertrouw het niet. Ik ga even kijken, hè? Nee, nee, nee. Ik ga wel. Meneer, mag ik even naar de wc? Oh ja, we gaan maar. Emma. Emma. Het gaat goed komen. Ik ga je helpen. Dus kunnen we nu niks meer doen? Rustig maar. Emma, wat is er gebeurd? Niks, ik wil het er niet over hebben, oké? Laat haar maar even. Tara en Mara hebben yoghurt over haar ingegooid. Ze was echt overstuur. Ik ga weer naar haar toe. Isabella, ik moet je spreken. Over Emma zeker? Nee, het gaat over jou. Loop je even mee? Waar de fuck denk is dat je... Is dit over Emma gaat? Ik was er niet eens bij, dus hoe kan het mijn schuld zijn? Luister, we weten allebei dat dit jouw idee was. En ik snap, het is ook kut om je ex te zien met een ander. Kun je niet zo je het over hebt? Ik heb jullie gezien na je verjaardag. Ik kom langs om te kijken of Emma er was, maar die was er niet. Als ik merk dat jij Emma nog lastig valt, dan vertel ik iedereen wat er is gebeurd tussen jou en Thomas. Duidelijk? Duidelijk. Mooi.